Rabbit in Cabbage, Singing Nightingale. What do you mean in the future? Interesting. So you blow the air as your feet are pedaling. Is that your last ball? Yeah. And but there's also some gadgets where you can get an accent with just one note. Let's go back out here and look at this. Willem has a music box like that. But it needs to be fixed. Where's this beautiful big this thing? Look at this. This is a street organ. And you give him some money and he'll let it play a tune. You put in a card. The cards look something like this. Time is the tour starting? 15 more minutes. Spielklokken. Fascinating, eh? See the wheel turns, the bar? That turns and the little bumps on it move the strings. And make the note sound. Wow, look at these. So cool. Oh, and this one, he can drive it around. Oh, the guide will show us? Yes, he may do it. I just love the colors. They're so beautiful. This is German up at the top. Wilhelm Brüderschaum. Look at the pictures. And how old is this? What does this say? It's saying the... Isn't there a guide with the dates? Looks Greek or Roman. What did you say? These are the books that go into the... Wow. And is this where it plays from? Oh, yes, these are... Yeah. It's all pages. Yes. Wow. Huh. Oh, maybe this opens up and it puts it in here. Yeah. It looks as if it's a ball. It's pumpkin. Oh, down there, underneath it is some. Yeah, that's it. What is that? Just storage? Yeah, storage. A closet. I like that. An open closet.
In the earliest 20th century, everyone would flock to the fair in search of entertainment as soon as it would come to ground. Town, fairground organs. Marches, waltzes, operas, operettas. German. Produced exclusively in Germany. The loudest organs in the music collection. Will you hold that for me? My pocket isn't big enough. Thank you. Imagine a musical museum. We had a player piano when I was a girl in Teaneck, New Jersey. It had been left there with the house. Imagine having that now. We had a player piano when I was a girl. Yeah? It would play automatically. Pianola. Mm-hmm. Pianola. Can you imagine having it now? Mm-hmm. I wonder where it went. Hoboken. These are so ornate, you know? Especially the one back there with the girls. So that's the cart, and this is the organ, and it's strapped on with a belt. Mm-hmm. What a beautiful handle. For my spellen als ich door in Ronlieder word angst. Hear me play during a tour. For my spellen, is that play? Als ich while I door in go on. What are the words other than hear me play during a tour? Hear me play when I am turned on by a tour guide. Oh, I see. Okay. Nice. What time is it? We have 9 minutes? Yes, 9 minutes left. And this, go like this and then go back. Turn back. Wouldn't that be fun to make a ship in a bottle with tweezers? Be fun to make it without outside of a bottle. Wall clock with strings, maker unknown, Black Forest, Germany, 1795. Seven melodies, including in the Netherlands, gathering around the fireplace in early December to sing O Come Er Ein Kleichen. It's been a long-standing tradition. It may come as a surprise. Hi, Ellen. It may come as a surprise that this German string movement clock from the late 18th century plays the melody too. So which is this, a Hackbretter? Hmm? Which one is this referring to? Hackbretter. Doesn't show it which one it is. There's three, but there's four of them. That one. That one, okay. I think so. Foreign songs often became popular in the Netherlands are given Dutch lyrics. The song was originally written in 1793 as Freud Ich
Day Levins with words by, of course that might not be at all what it is, published as a Sinterklaas holiday song over a century later. And the Club Duelinker, yes, here it is, 3:15 or so. Mechanism in an organ clock is much more complex than the mechanism of a clock with a bell playing movement. It's because the cogwheels must drive the music cylinder and also make sure that a constant flow of air is available to circulate through the organ pipes. The organ pipes. Well, maybe that's this one. And then that one, musical clock with hummingbirds. Where's that? Up there? Those are not hummingbirds. Does this have hummingbirds? My clock at home is doesn't work. 1870. Oh, bird taxidermy. He wanted more, though. He wanted to create lifelike birds that could also move and sing. So, is this the one with the birds, I guess? Oh, I see, there's a bird up there. Is that another one in there? Jack Mart's clock. 1550. That must be this one, right? As hard as it is to imagine, the ability to create music without musicians was truly an unprecedented phenomenon back in 1550. In the wake of the first terror carillons, musical clocks for the sitting room were introduced to allow people to enjoy music indoors too. Of course, it was not an instrument that was available to everyone, and on 1550, musical clocks typically belonged to monks. So that's this one. Perhaps it's the movement in my clock won't work. I think it's got to be perfectly straight. Let's see, what is this one? The thing turns and it clicks the, pulls the strings as the cylinder turns. Playing movement. This was 1750. Many English clockmakers began arriving on Dutch shores in the early 17th century. And then it's the third one, table clock with organ and automaton. I don't know which one it is. Famous composers such as Handel, also 1759, also composed and arranged music for self-playing music. Are we ready? We'll start in 3 minutes. Okay, then. This will be good. It says start music tour. Right here, I guess. Mm-hmm. There we have it. Up they go. Now it'll all be in Dutch, I suppose, won't it? Beautiful organ and beautiful pipes. Mm-hmm. This is fabulous. I would never have thought of a music museum existing. No. No. It's very unusual. We had one of our churches could have somebody with a lot of money and donated a pipe organ.
building. Super expensive. Yeah, but eventually they had to make a difference because they called the internet. They couldn't do it. Oh, that's... Stroke awful. Beautiful workmanship, you know? Dus ik ga tussen het Nederlands en het Engels gewoon wisselen, zodat iedereen gewoon lekker kan meevoegen. Dankjewel. Of course, no problem. Mijn naam is Alexandra. I'm going to be your tour guide for the next half hour, three quarters. If there are any questions, just ask. I'm very happy to answer them. Ik wil jullie tourgids zijn voor de komende half uur avond hier. Mijn naam is Alexandra en als er iets van vragen zijn, gewoon lekker stellen. Ik ben altijd blij om ze te beantwoorden. U ziet, we zijn momenteel eigenlijk aan het opbouwen voor een trouwerij. Dus ik maak het hier even heel kort, maar bij de andere stukken kan ik dan net iets meer laten horen. As you can see, we're momentarily building up for a wedding. So the part of the year will be slightly shorter, but the next part will be longer. We staan dus bij het carillon. En het carillon was een van de eerste muziekinstrumenten die mechanisch was, rond 1400. En eigenlijk zijn alle muziekinstrumenten die ik vandaag aan jullie ga laten zien, mechanisch. So the drawing was one of the first mechanical instruments ever made, around 1400. And actually all the musical instruments I'm going to show you today are mechanical. Laten we gewoon lekker doorgaan naar de huiskamer. Met kast zonder kast? Ja, met kast zonder kast. There's a case around this one, but this one is open. Ze hebben verschillende aanstuurmogelijkheden. Mm-hmm. Want mechanisch muziekinstrumenten kan zowel door gewichten aangestuurd worden, of eventueel door een veer. En die zit zeg maar dan in de kroeken die geen gewichten hebben. Maar eigenlijk het grootste verschil is dat deze er veel luxueuzer uitzien. But the largest difference is actually that these ones look more luxurious. En dat was een hele goede reden voor. Want het was namelijk een manier om mensen te laten zien hoeveel geld ze thuis hadden.
And there's a specific reason for that, because the clock was a way to show other people when they came over how much money they had. And er is bij deze nog iets heel anders aan de hand. Deze is gemaakt in 1750 door Alan Walker, een hele bekende klokkenmaker toen dat tijd in Amsterdam. Maar zouden jullie het feit kunnen aflezen? Something really special is going on with this clock. It's made in 1750 by Alan Walker in Amsterdam. But could we read the time here? No. Nee. Oh, no, no. En dat is waar, kun je nou niet de tijd lezen, omdat hij momenteel naar de achterkant van de klok aan gaat. So we're momenteel staring at the back of the clock. That's the reason why we can't read the time. En dat is natuurlijk, wij willen allemaal heel graag van het museum, u dit natuurlijk niet onthouden, want dit is natuurlijk een prachtige mechaniek. En toen er tijd stond het natuurlijk ook wel gewoon, maar was er een enorme spiegel aan de achterkant, waardoor je wel het mechaniek ook nog kon bewonderen. En dus ook nog een keer kon opscheppen met de maker van de klok en waar het dan gemaakt was. Dus het was dan indirect ook weer een opscheppenmethode. So normally it was placed the other way around with a large mirror at the back. And through the mirror you could see the mechanics and of course the name and the place of the maker and where it was made. And that was an extra way to show their wealth of the house. En deze werkte eigenlijk exact hetzelfde als het kameleon. En wij hebben dus een cilinder met pinnen. En die pinnen zijn eigenlijk de muzieknoten. En zo meteen als die pinnen gaan, de cilinder gaat draaien, zorgen die pinnen er eigenlijk voor dat die hamers naar achteren geduwd of getrokken worden. En wanneer dan die cilinder dan weer verder gaat, ja, dan is dat pinnetje daar niet meer. Dus dan valt die specifieke hamer op dat belletje. En al die pinnen zorgen ervoor dat al die hamers naar achter gaan vallen en weer terug gaan bellen. En zo krijgen we natuurlijk een prachtig geluid. So this works exactly the same as the carillon. We've got a cylinder with pins on there. And those pins are actually the musical notes. And those pins make sure when it rolls, it pulls the hammers backwards. But when it rolls further, the hammers fall back onto the bells and then you hear a musical sound. Nou, ik ga hem aanzetten en dan kun je het zelf zien en horen. I gotta put it on and you can see for yourself and hear, of course. En maar met zulke bellen, ja, het geluid sterft eigenlijk vrij snel uit. En als je een toon langer wil aan kunnen houden, dan heb je daar iets anders voor nodig. En toen ging je dus kijken naar deze. En misschien heeft iemand een idee wat dit is. Een fluit. Het is een soort van fluit, maar het is eigenlijk een orgelpijp. En met orgelpijpen kan je natuurlijk zelf beslissen hoe lang je de toon er eigenlijk doorheen wil laten gaan, de lucht. Dus dan kan je een toon heel erg lang aanhouden. So, with those bells, the tone wears off quite easily. So they went to experimentate with other things, such as this organ pipe. And with an organ pipe, you can decide for yourself how long you want the air to get through it, and thus make a sound. So that was really easy. En er was eigenlijk ook nog iets anders wat ging ontwikkelen. En dat was dat ze graag ook iets wilden hebben waarnaar ze konden kijken. And there was another revolution as well, because there was a focus beginning not only what they could hear, but they wanted to see things as well. En een heel goed voorbeeld daarvan is de koppelduiker, deze. Misschien kunt u een beetje doorschuiven, zodat degene achteraan het ook kunnen zien. De koppelduiker, deze is gemaakt in Duitsland met hout van het Zwarte Woud. En het merk heette daarom ook het Schwarzwälder. Zwarte Woud en Schwarzwälder. En het doet iets heel bijzonders.
This clock is entirely made out of wood of the Black Forest in Germany, and the brand is therefore called also the Schwarzwald there. It's made around 1800, and it, typically for a Schwarzwald there, there's something special going on. And I'm just going to put it on, and then you can see for yourself. Dat was dus echt typisch iets voor de Schwarzwälder, ook dat er echt een bewegend element erbij zat. So that was typically for a Schwarzwälder, there was a moving part in there as well. We gaan even doorschuiven naar de volgende ruimte. Als u mij voorgaat, dan kan ik even het camera erop zetten. Ja, gaat maar. I'm going to move to the next room. If you go first, I will follow. Ja, ik ga hier wat vertellen. Ik ga bij hier beginnen. Als iemand misschien de deur even dicht kan doen, want dat is pas voor zo meteen. Ja, dank u wel. En als u lekker door kan schuiven. Als het goed is, klinkt mijn stem luid genoeg om door de hele ruimte te klikken. We staan hier momenteel op het orgelplein. Dus we hebben ook een beetje de indruk geprobeerd te dekken, ja, tapijt en een beetje de escenering, dat wij daadwerkelijk ook op een plein staan. En daar is een reden daarvoor namelijk ook. Dat komt omdat alle instrumenten die je hier kunt zien, bedoeld was voor buiten. Omdat we were standing in Orleans Square and we're trying to impersonate the feeling that we're actually outside the carpet and the things around us. And there's a reason for that, because all the organs you can see here are meant to be on the streets. Maybe slightly more forward, but other people can join as well. En een van de eerste orgels was deze buitenorgel. Maar waarom zou het eigenlijk een buitenorgel moeten? One of the first organs was a belly organ, but why would it be called a belly organ? That's what it would be. Ja, inderdaad. Hij werd op de buik gedragen. De riem werd geplaatst om de nek. Dan een beetje zo scheef, zodat er alsnog een bijt aan kon worden. En hier zit een cilinder in die tussen de 30 en de 40 kilogram weegt. En dat is wel aardig zwaar. En dat komt omdat er namelijk 13 melodieën op staan. Maar ja, dag in dag uit had moeten draaien en moeten dragen die 30, 40 kilo. Ze hadden dan ook een stok mee die ze eronder konden zetten, zodat ze op het plein ook even een beetje konden rusten. Ga je het demonstreren? Zeker. Nou, ik ga het niet echt dragen, maar ik ga wel spelen. Zo sterk ben ik niet, denk ik. So this is called a belly organ because it was worn on top of the belly. Little could it, so it could be swung as well. The belt was placed around the neck, and there's a cylinder in there with 13 melodies, and so it weighs around 30 to 40 kilograms. So that's a lot of weight. So they had a stick with them as well that they could place beneath it, that it could rest a little bit on the squares as well. En ze maakten ook speciale liederen daarbij, dat noemen ze dan de smartlappen, die dan net iets emotioneler waren, zodat de mensen op straat net iets meer geneigd waren om een extra muntje te geven. En het nummer dat ik ga spelen is Kon jij mij maar trouwen? U mag meezingen als u het wilt. Ik kom er niet zo goed bovenuit, dus ik wil er niet een beetje mee, maar de tekst lukt niet helemaal. So they made special lyrics on them as well, called Smart Lappen. They were quite a little bit more emotional song text, and in that way people were more likely to give an extra coin. And in the end of the day, you wanted to make money as well, so that was the purpose. Ik ga hem eens laten horen. Als het mogelijk is, zoek even een plekje iets meer naar achteren toe, want dat klinkt aardig luid. En anders doe de handen over de oren, dat is natuurlijk altijd op de oren staan. So it sounds a little bit loudly, so place the hands around the ears or take a step backwards.
Hier komt ie, hier comes. Thank you.
awesome. Move it to the next room, dancing hall. I'm going to start a second one. Such a piano. Thank you.
situated in the Taas Heights in the Netherlands. And it was actually a mirror dancing wall. That's why we put a couple of mirrors at the back to get an impression that we're actually in a mirror dancing in the hall. En ik hoorde net al iemand zeggen, zo, dat is heel groot. Dat is inderdaad, maar het orgel is eigenlijk net iets kleiner. Want wat het bedrijf deed, is ze gingen naar de plek toe waar het orgel kwam te staan. Maar als deze ruimte groter was dan het orgel zelf, maakte ze eigenlijk een net iets grotere façade erbij. En want het is natuurlijk niet mooi als je een baksteen of een zwarte muur erachter kan zien. Ja, dat doet dan toch een beetje af van het indrukwekkende karakter dat het orgel heeft. Dus het daadwerkelijke orgel begint eigenlijk hier. So what the company did is that they went to the places where the organ was to be put, but when the room was larger than the organ itself, it made a larger facade in front of it, because it's not nice to look at a brick stone or a black wall, and you experience for yourself this is to make a real impression, so they wanted to involve them. But the actual organ starts here with a little bit of a slow sound, pretty fast. En een leuke anekdote ook erbij is dat als je op een nummer graag wilde dansen, je er ook voor moest betalen per nummer. Dus wat ze deden, ze maakten die orgelboeken net iets korter en net iets dunner. Want dan konden ze vaker dus die orgelboeken dragen. En wat er dan gebeurde, het was een soort van proefperiode van de helft van het nummer. En halverwege riemen ze dan half uit. En dan gingen ze rond met de muts of met een bakje. En als je dan niet betaalde, moest je dan ook daadwerkelijk stoppen met dansen. Dus je betaalde echt per nummer als je het wilde dansen. A very nice story as well is that you pay a per song to dance on. So when the song was halfway through, they called halfway through. And then they went around to collect the money. And if you liked the song, you needed to pay for it to be able to be dancing on the song. And if you didn't want to pay, then you needed to leave the dance floor for that song. And wait until you found another song that was more of your taste. And in that way, they made the organ books and the songs shorter, because in that way, they could make more music in the evening, play more organ books, and therefore call more times halfway through and make more money. Ik ga hem lekker voor jullie aanzetten en we gaan even een goede dag voor jullie. En natuurlijk, dansen is tot aan. Dancing is een
Thank you.